Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmid. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. De eerste helft hadden we met alle goede hoop. Alleen we deden eigenlijk net datgene wat we niet afgesproken hadden. We wisten van de treffers dat ze in het duel wilden komen. Vooral door de as. Daar gokten ze op. En wij wilden eigenlijk over de flanken gaan opbouwen. En alleen zijn we een aantal keren niet in toegekomen. En toen zag je toch dat het gevaar wat ze hebben, de treffers, dat ook meer voorkwam. Dus ik kreeg toch een paar aardige goede kansen in de eerste helft. En dan zag je ook meteen het gevaar. De tweede helft heb ik een stukje rustiger gezeten, vooral na die 1-0. Dan zag je toch wel dat het vertrouwen bij ons in een heel dun lijntje zit. En daar zag je heel langzaam weer het vertrouwen komen. En in de tweede helft ben je daarna eigenlijk niet meer in de problemen gekomen. Want jij wist na de 1-0, nou dit gaan we dan tegen een amateur toch niet weggeven. Dat vertrouwen komt er dan dus wel? Nou, dat vertrouwen kwam er meer naar 2-0. 1-0 is nog een dun lijntje. Maar de 2-0 zag je wel van oké, nu is het gebeurd. En je zag ook bij de treffers dat een beetje de kracht eruit ging. En toen dacht ik wel van nou, deze gaan we wel over de streep trekken. Want heb je je zorgen gemaakt met name over jullie slordigheid? Ja, zeker, want dat was een onderdeel van de bespreking die we gehad hebben. Van, je maakt de tegenstander zo goed als jij het bepaalt. Hè, en vooral als wij sterk aan de bal waren, goed in de omschakeling en je restorganisatie in orde hebben, ja, dan zou je geen problemen hebben. Alleen ja, je gaat al bij de eerste ga je dus al aardig in de fout door te slordig te zijn. En elke keer toch datgene te doen door de as op te bouwen, rechte ballen te spelen, waardoor ze eigenlijk in duel kwamen. En zij spelen meteen op de counter, dus ze leggen die ballen meteen erachter. Die mensen zijn meteen onderweg. Ja, het is gewoon een lastig systeem om tegen te spelen. En ze voeren het wel heel goed uit, moet ik zeggen. Uiteindelijk win je met 3-0, ga je door naar de kwartfinale. Hoe belangrijk is dit alles, ook in deze fase, voor heel de club, voor iedereen, voor de selectie, supporters? Ja, alles. Echt alles in de hele club. Kijk, de supporters zitten natuurlijk te smachten op een overwinning. Ja, je hebt een trainer die in het ziekenhuis ligt. Dat is een voordeel ervan. Voor onszelf, vertrouwen naar de volgende wedstrijd toe. Ja, en niet onbelangrijk voor de club, gewoon extra geld in deze situatie. Dus ja, alles vaart wel, zeg maar, bij deze overwinning. Heb je al een appje gehad van inderdaad de trainer in het ziekenhuis? Nee, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Hartstikke druk. Nee, we hebben eerst snel afgesloten. Jongens zijn meteen door in het herstel. Want ja, natuurlijk is kort dag naar vrijdag toe afgesloten. En daarna zijn we meteen hier naartoe gegaan. Dus ik ga straks even rustig de tijd nemen om een appje te sturen. Je hebt in het verleden heb je het vaker overgenomen. Hoe moeilijk is het dan toch om het over te nemen als je weet dat je de trainer in het ziekenhuis ligt? Ja, met het persoonlijke heb je meer moeite met het overnemen. Het is toch een collega die in één keer opgenomen wordt in het ziekenhuis. En ja, de dagen ervoor of het week ervoor waren de klachten al. Dus wij zagen het wel een beetje aankomen. Dus ja, daar maak je je wel meer zorgen om dan over het overnemen van zijn positie. En het is net wat je zegt, we hebben het vaker gedaan. Dus bij deze was het ook niet zo moeilijk. Het was nog wel een interessante wedstrijd, dus dat is wel leuk. Heb je enig idee hoe lang jij in deze rol blijft? Nee, dat is gewoon puur afhankelijk van hoe het gaat met Adrie. Dus kijk, zijn herstel is op dit moment gewoon het belangrijkste. En als dat 2 dagen moet zijn, dan moet het 2 dagen zijn. Is het 2 weken, heeft hij 2 weken nodig. Ja, en zo lang blijf ik gewoon voor de groep staan. Volgens mij was je erbij in 2009, toch? Als assistent, de laatste keer, kwartfinale. Twente uit. Weet ik niet. Net, denk ik. Oh, dat is een goeie. Nou, dan moeten we terug in de geschiedenisboeken. Want volgens mij kwam in 2010 was dat met Kalasic. Dan was ik erbij. Net daarvoor denk ik zo'n beetje misschien. Maar goed, in ieder geval, het zegt veel hè, dat je zo in gedachten terug moet. Het is heel lang geleden, die kwartfinale. Ja, we worden echt oud, hè? Nee, ja, het is altijd leuk natuurlijk. Kwartfinale, de vraag werd net ook gesteld, wat wil je nu? Ja, het maakt niet zoveel uit. We zijn er en als we een mooie tegenstander hebben om door te komen, is het interessant. Krijg je een hele mooie tegenstander, de Kuip uit, de Meer uit of Arena uit. Ja, ook prima. Dus dit is ons doel geweest, dat hebben we gehaald. En wat er nu komt, dat zien we wel. NAC komt. Nou, kom, ja, het gaat heel snel. Dus we zijn er met de jongens bezig. En het is meteen herstellen, eten, warmtebaden, koud, herstellen, morgen weer herstellen. Ja, het is een heel kort dag. Alleen het is wel leuk. De wedstrijden zijn toch het leukste van allemaal. Dus, het gevoel is er weer even goed, hè? Ja, sowieso vanavond blijft het gevoel heel goed. Dus dan moeten we ervan genieten. Dus dat gaan we ook zeker even doen.